Yo, vandaag doe ik selfies van fuckboys na. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik jullie vertellen dat als deze video 5000 likes haalt, dan komt er morgen weer een nieuwe video. Onderdeel van de Kelvin actie heb ik natuurlijk vorige week beloofd dat ik deze pet zou weggeven. En de winnaar is bekend. Ga naar mijn Snapchat, Calvin. En misschien ben jij wel de gelukkige winnaar. Het kan gewoon. En natuurlijk geef ik ook deze keer weer iets weg. En dat is niet iets fysieks, dat is iets digitaal. Ik ga 2 van jullie ga ik volgen op Instagram. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een reactie achter te laten op deze video en geabonneerd te zijn op mijn kanaal. En dan maak je kans op die follow. Oké, wat gaan we vandaag doen? Ik ga foto's, selfies van fuckboys nadoen. En fuckboys zijn eigenlijk die boys die zo... Ik heb een aantal fuckboy foto's van jullie binnengekregen. Die ga ik eventjes bekijken. De eerste foto is van... Oké! Oh, them abs though. Them abs. Ik ga deze boy even nadoen. Oké, deze makker is nog niet eens zo moeilijk. Ik moet gewoon een beetje scumbag gezicht krijgen. Volgens mij is dit precies die blouse. Wow, yo! Muts. Grijze beanie. Where is it? Zo. Oké. Deze. Ja, en verder heb ik deze... Heb ik nog zo'n riem? Oké. We zijn er weer in de badkamer. De vibe van deze dude is... This ain't good, man. Oké, de vibe van deze dude is dat hij gewoon best wel smooth de camera aan kijkt. Gewoon een mes op heeft. Gewoon geen stress heeft in het leven. Wow, I like it. De gelijkenis van deze blouses. De chapsel. Wow, sick, hé. Ik denk dat ik er gewoon allemaal onder doe. En dan even een plukje niet. Zoiets. Ja. Ja. Yes! Oké, het enige wat ik nu weer even nodig heb is de sikke abs die hij heeft. Deze riem is zo fout. Ik weet niet eens waar deze riem vandaan komt. Ja, we komen in de buurt. Ik heb alleen nog even die sikke abs nodig van die guy, man. Ik moet het even fixen. Welkom bij Fitness met Kelvin. Ik heb echt geen idee hoe dit moet. What am I doing, man? Ik maak het gewoon rood. Oké, nu ga ik het eventjes afwerken met deze. Het is natuurlijk belangrijk dat mensen denken dat ik echt deze apps kan poelen gewoon. Ah, het fucking overtuigend, al zeg ik het zelf. Oké, not bad, man. Niet verkeerd, hoor. Oké, jongens, het is tijd om deze foto te maken, jongens. Hoe houdt deze man zijn telefoon vast? Oh, hij staat zo. Nee, hij staat wel zo. Deze zo doen, beetje met zo, beetje deze showen. Ik denk dat ik hem ongeveer heb. Dit is hem, denk ik. Ja, oké, glimlachen. Oké, I got him. I like it very much. Tweede fuckboy die ik ga nadoen is deze jongeman. Waarom doe ik dit nog maar? Oké, de volgende is niet heel moeilijk, volgens mij. Ja, ik hoef alleen een Roy Bertels en een vlinderstrik en een bril. Perfect. Fucking perfect, man. Bril, where you at? There you go. Oké. I don't even know, man. Ja, ik weet het. Oh yeah, I know it. Waarom zou je überhaupt zo op de foto gaan, vraag ik me dan af. Welke dude bedenkt het om ooit zijn bretels aan te doen zonder shirt en denkt, weet je wat? Volgens mij is dit een fucking lijpe foto. Wow, ik ben echt intense fuckboy. Ik voel me echt heel naar. Oké, volgens mij ben ik er. Het enige wat ik nog mis is een witte telefoon. Dus die moet ik even van iemand anders fixen. Heb jij een witte telefoon? Ja. Mag ik die lenen? Ja. Doe alsof je dit niet hebt gezien. Hij heeft zo, dit is zo naast, zo, zodat ze borstspieren groter lijken. Hij heeft zijn telefoon zo... Wow, deze dude heeft lange vingers, man! Wow! Deze arm heeft zo slap hangen, deze arm hangt letterlijk bij zijn knie. Ik weet niet hoe die het doet. Nu ben ik trots. Nu ben ik apetrots op mezelf. Fuckboy foto nummer 2. Let's do this. Haartjes even goed. Moment van de waarheid. Niks aan de hand. Rookie zo, camera inkijken en smirkface. Ja! I got this. I did it. Ah! Het is tijd voor de volgende fuckboy. I'm Matty. Ik laat je al deze foto zien. Oh, maar die is niet zo moeilijk. Let's get it. Deze pet. Fucking perfect for this job. Ik heb nog even een hemdje nodig. Ja. Wat even belangrijk is aan deze dude, is dat hij een lip bite zet. It's been years since I've last done a lip bite. Wow, deze tanktop is echt weird. Ja, hij heeft hem op het vijfde puntje, maar als ik hem op het vijfde puntje doe, dan past hij letterlijk niet op mijn hoofd. Maar hij heeft hem ook wel hoog op zijn hoofd zitten, dus misschien is dat wel goed. Ik zet hem gewoon zo hoog mogelijk, gewoon zo. Wow, hij heeft ook een lamp. Wow, die lamp heb ik ook. Wow!
Oké, ja. Ja, dit is wel goed. Dit is wel goed op zich. Ja, wacht. En dan moet dat lampje moet daar zitten. En dan... Ja. Dit is hem, dit is hem. Oké. Rustig. Het voelt net alsof ik in een soort van National Geographic een wild dier aan het besluiten ben. Ja. I got it. Oké, komt-ie. Ik voel me echt zo'n retard, hè? Als ik die lippen... Wie uit de roze... Hij is wel gelukt. Nice. Om heel eerlijk te zijn, ga ik dit bij deze even zeggen. Ik vind dat ik het puik doe tot nu toe. Het is tijd voor de volgende fuckboy. En dat is deze dude. Wow. Oké, that is some strange shit happening right here. Oké. Ik ben gewoon uitgeput van deze shit. Deze dude giet zwarte shit over zichzelf. Ik snap niet wat hij dacht. Wat ik sowieso moet hebben is zoiets als dit. Oké, ik heb serieus even een fucking handdoek omgedaan. Want deze dude gaat echt ver met zijn shit. Als eerste, dit is letterlijk gewoon een onderbroek. Bril op. Oké, ik kan ermee door. Dan heb ik letterlijk dit. Dit is gewoon fucking wasmiddel. Ik veel. Ik ga dit, denk ik, allemaal wegspoelen. Oh, dit ruikt lekker, jongen. En dan heb ik dit. Ik heb gewoon letterlijk dessertsaus. Gewoon chocoladesaus. Wow. En dat ga ik hierin doen. I don't know what I'm doing, man. I don't know why I'm doing this. Ik ga even een handdoekje hieronder leggen. Jongens en meisjes, dit wordt legendarisch. Hij heeft gewoon zijn telefoontje in zijn rechterhand. Hij kijkt gewoon stoer. Tegelijkertijd, dit is wel makkelijk, jongen. Dit wordt easy. Oh, dit stinkt, jongen. Je wil niet... Dit is letterlijk chloor en wasmiddel met chocola. Oké. Zijn we er klaar voor? Ik wel. Dit wordt echt verschrikkelijk. Holy shit. Fuck. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar volgens mij is deze keihard gelukt. Oh jojo, het is tijd voor de volgende selfie. En dat is, dit is de real OG, man. He's standing right here waiting for me to do him na. And that's what I'm gonna do. I'm gonna do this guy na, man. Het enige wat ik nodig heb is een grijze onderbroek, plaktatoes. Ik ga denk ik bijna identiek zijn aan deze dude. Oké. Grijze onderbroek, check. I'm not a Christian, man. But I'm just doing this for the video. Deze makker heeft echt een zieke tattoo op zijn borst. Daar is het je misschien opgevallen, ik heb dat niet. Dus ik ga het eventjes, look at this one. Volgens mij komt het wel goed hoor, volgens mij is het best wel een mooie tattoo. Ik loop hier letterlijk gewoon straks een paar dagen mee rond, hè? Dat weten jullie. Wow! Dit is best wel nice. Sikke tatoeage. God. Ik doe dit gewoon even. Hier, hoppakee. Kettingje erom. Niks aan de hand. Niks aan de hand, Kelvin. Oké, jongens, dit is fucking makkelijk. Ik hoef alleen nog maar deze foto te maken. Rechterarm heeft een gun vast, zoals hij doet. Zijn haar heeft hij niet zo. Dit moet eronder. Ik denk dat ik hem heb. Ik hoef alleen nog maar stoer in het niet te kijken en dan ben ik er gewoon. Ik ga het gewoon doen. Komt ja? I did it! I fucking did it! Damn! I did this, man! Ik al zeg ik het zelf, fucking goed deed ik het, oké? Ik vond dat ik het goed deed. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar laat een comment hieronder achter en abonneer op mijn kanaal, zodat je kans maakt op een follow op Instagram. Ik ga 2 mensen terugvolgen, let's go, man! Do it, I love you! En nogmaals, ik maak de winnaar bekend op Snapchat. Fantastisch, hilarisch. Vergeet deze video meer dan 5000 likes, anders komt er morgen geen nieuwe video. Ah, zo simpel is dat. I love all of you. Ik zie jullie morgen, hoop ik. Als jullie je best doen. Als ik jou vertel dat je allemaal dingen kan winnen. Echt bijna een maand lang dat je gewoon echt fucking veel shit kan winnen. Dat ga ik doen. Ik ga jullie allemaal gratis shit geven. Onder andere space scooters. Another space scooter! Another one! Pennyboards, nog een keer. Ja, allemaal pennyboards. Gratis kleding, onder andere dit. How about Kelvlog petten, misschien wel leuk voor iedereen. Dat gaat dus gebeuren. Hoe, wat en waarom, kijken. Vanaf volgende week.